Do you want to know? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Ini kembali lagi bersama kami ya. Kemarin kita melanjutkan nanam-nanam di kebun. Kali ini jadi kita akan nanam-nanam hiasinta. Terus ada lagi tulip yang masih tersisa kemarin. Ikuti kami terus ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Ingin aku masuk rumah sebentar. Biarin udah sendiri nanam-nanam. Jadi sekarang aku mau balik lagi lihat dia. Now they know it's up to you. Banyak. Oh, ini tulip. Yep. Oh, ya. Jadi itu tulip. Itu tulip. Itu narsis. Betul, tapi kita ingat di shop kita ditanyakan. Saya kabur dingin. Ya, yeah, but wouldn't you look colder, eh? Zonnetje, is er al niet meer. Het loopt wel behoorlijk uit, hè? Zie je dat? Ja, banyak ada beberapa. Hier zitten ze, zo'n 20 keer nog zijn. Het doen we nog eens. Maar zijn er wat minder. Nee, niet dat er niet. Ik vind het wel lekker. Oh, hier waren oranje. Zo. Zal ik ze zo gaan dichtgooien? Ja, is goed. Dat een stokje erbij zit. En een stokje erbij dat er iets staat. Een narcisse daar is toch? Die grote wel, ja. Kleintje komt nog. Jadi nanti ya, kalau ini biasanya April dia mulai mekar. Ja. Kan je ook makkelijk erin groeien? Nee, deze tulpjes. Dit tanahnya harus digembur. Biasa ya kalau nanam-nanam harus tanahnya gembur kalau mau bagus tumbuhnya. Hebben ramen strak langs met dit papier? Jawel. Strak het papier stoor groeien. Ja, maar maak een foto en weten waar het staat. Ja. Ja, straks gooi ik wat even blaadjes overheen. Mm-hmm. Dat is een mooi roze grond zo. Ja.
Udah ditanam, sekarang ditimbun. Ditimbun semuanya dengan daun-daun kering. Ini mau tanam di mana lagi? Ini budak. Dingin di luar. Ini sih udah mau nanam di sini. Jadi ini bunga tahun yang lalu, kalau udah habis mekar, bawangnya ini kita simpan, bisa ditanam tahun berikutnya. Ini dia. Ya. Ya, jadi tutup pakai daun kering. Masih banyak ternyata. Wij zitten hier op blauwe druifjes. Op een ander plekje. Ja hoor. Kasihan di sini tuh. My God. Yes. Jadi nanam bunga. Udah nggak tahan mungkin kedinginan, juga tempatnya nggak ideal, jadi dia langsung dia tumpukin di satu lubang, dia tumpuk semua mungkin karena udah nggak bisa berdiri lagi antara cabang-cabang ini. Pohon apa? Oh kasihan. Ini nanam. Ya. Sekarang dia udah yang di lokasi ini udah selesai, tinggal nebar daun-daun kering di atasnya. Selimutnya tulip. Ik heb een seintje als ik zo ver ben. Geen slak in. Ga kijken. Normaal heb je slak in. Daar hebben we geen planten daar. Sorry? Daar hebben we niet boven. Nee. Alleen hier op het hoekje. Hoeft niet? Nee. Dat is de grondverder. Jadi pot ini dipakai untuk hiasin karena wangi. Pakai untuk dibersihkan dulu, nanti taruh pasir di dekat pintu. Ya. Dan pasir. Kita mau nanam narsis dalam ini pasir. Campur dengan tanah. Jadi sudah campur pasir dengan tanah. Di bawahnya pasir.
Tjink. Ja, de grond goed luchtig, hè? Baby. Die doet pas hier in mijn palmen. Dan was het geen antie. Bovenste laten we met een mooie, mooie ja. grond. Ja. Wat van dit ja. stukjes eruit. En erbij. Ja. Jadi di maghrib di sini kira-kira jam setengah lima kurang. Ini blauw. Nah, ini kita mau nanam. Biru. Ya, cinta bunga wangi. Lekker geurtjes. Ini paling wangi, jadi kita tanam dekat dekat pintu rumah dalam pot biar nanti kalau udah mekar tiap kali buka pintu wangi. Ini ada lima warna ya Dan ya. Berapa semua? Vijf. Oh, lima. Ja, even zo aan de zijkant. Ja, lima. Twee, drie, hier in het midden, hier en hier en hier. Ja, is goed. Oké, dus even voorzichtig doen. Zo. Hier vast even erop. Zo. Ik dacht eerst misschien een bepaald groot en daarna gooi je van boven als je doet dat, dacht ik zo. Nee hoor, dit is al heel erg los. Ja, daarom, ja. Als je zet allemaal bal en dan je gooi je grond. Oh ja, dan moet ik het er even weer uithalen. Ja, hoeft niet, maar voor dat je al gedaan hebt. Ja, als je gedaan hebt, daar. Oké. Okay. Nee, ik kan het nog wel even doen hoor. Nee hoor, waar je grond doen dan? Geen weer midden, zo. Twee. Drie. Vier. Hoppa. Dit is Koening. Ja. Een beetje hiervan af. Zo, kijk eens. Ja. Hier zo'n strikje zo eroverheen. Zo. 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 Is de gele. Hier wat meer. Zo. Kaartje erin. Zo. Oké. Okay. Zo. Zo, 1, 2, 3. En 4. En dit is 5. Ja. Laat het zien. Zo, deze mooi hè? Ja, apart. Ja. Zo, hier zo'n kaartje erin. En aan deze kant heb ik even grond zo eroverheen. Bij jaren werd warna oranje, warna oranje. Yang sering warna lila, pink, merah, kuning, putih. Zo. Yang warna oranje. Ook deze. Die doe ik hier aan deze kant even erin. Oké. Het past mooi. Kijk maar, het zijn mooie, lopen al uit hè? Ja. En bijna dezelfde kleur die bol als de bloem. Ja. Warna pink, hè? Ja, woedstok heet die van. Pink. Zo, hier een beetje zo. Dit is 10 centimeter. Nee, dat kan wat minder. Maar ik gooi nog een laagje overheen straks. Oh, okay. Zo, dan moet ik aan deze kant nog even. Hier even weghalen. Zo. Jadi ada 25 totaal, ja? Ja. 25 hyacinth. Deze roze. Ini warna roze. Abis ini maghrib, maghrib sudah tiba. Ya. Three, four,
vijf. Precies passen. Zo. Zachte grond eroverheen. Zo. Een mooi gedeeld. Even wat groen pakken. Ja, die in je ada, oda, dua puluh lima biji bawang hyacinta dalam pot. Jadi kita nunggu berikutnya. Sudah dan ya, ada hier nog extra. Zo. Zo. Yes. Zo. Is hier mooi afgedekt, hè? Zo. Zo, even in de spot. Yes. Zo, hè? Ja. Waar zou ik hem neerzetten? Laat me daar. Hè? Laat me daar. Nee, ik bedoel... Ja, ik vind het zo. Oké. Hier, seperti ini. Ini yang ditanam ya. Yang jenis ini ditanam. Sepertinya kita nanamnya di dalam pot aja. Tapi sekarang karena udah maghrib, jadi nggak bisa lagi nanamnya sekarang. Kita lanjut besok. Oke. Sampai besok aja kita nanam ya. Ja. En dingen? Valt mee, hard werken. Ik heb ook een sjaal om, dan krijg je het extra warm natuurlijk. Saya pakai jas. Ja. Oke. Okay. Teman-teman, terima kasih ya udah ikut bersama kami. Nanam-nanam di kebun. Bawangnya bunga tulip, bunga narsis, bunga hyacinta. Sekarang karena udah gelap, kami stop dulu. Besok kita lanjut lagi. Masih ada yang mau ditanam. Sampai besok ya. Terima kasih. Dah. Dadah.